Hallo, ik ben Evert ten Apel en ik word vandaag bijgestaan door Juri Mulder. Hey Evert, hoe is het jongen? Scheidsrechter Sergej Pipoetkin mag deze wedstrijd in goede banen leiden. En weer terug die bal. Hij en de doelman. Kijk nou, een pikkelhard schot. Maar de doelman was alert. En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. Nou, alleen een fout maken. Ziet er gevaarlijk uit. Hij zit. Hij maakt het weer waar. Topgoal van een topspeler. Die zat er goed in inderdaad. Dat was het eerste doelpunt. Die verdediger grijpt daar goed in. Ja, dit wordt hem. Probeert het. Wat een doelpunt. Schiet op. Twee doelpunten kort op elkaar. Dat is altijd leuk. Ah, je ziet hem de hoek uitkiezen. Marcelo knap verovert de bal daar op het middenveld. Ja, en nu? Dat bleef het gevaar op zo'n schot. De keeper heeft die bal. Die bal geven ze toch. Bal over de achterlijn, hoekschop dus. Nou, daar zullen ze ploeggenoten hem dankbaar voor zijn. Uitstekend verdedigend werk. Nou, hij heeft alle ruimte. Houdt die bal bezit? Een dubieuze tackle, maar de scheidsrechter geeft voordeel. Ja, en nu? Oh, knalhard schot. Ja, dat is hem. Ze houdt er niet op. Aan zo'n voorsprong is nu niets meer te doen. Nee, dat redden ze niet meer. Ja, dat is wel fijn, hè, ze die lat mee hebben. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Edison Cavani. Ik ben benieuwd wat hij vandaag laat zien, Juri. Hij speelt in de spits vandaag. En hij zal heel veel de ruimtes induiken. Zodat hij aanspeelbaar zal zijn voor zijn middenvelders. Jesus Camés. Mooie bolbal richting tweede paal. Mooi aangespeeld door zijn ploeggenoot. Komt hier dan de kans? De kans op de voorzet. Hier komt de hoekschop aan. Een slechte corner. De bal is weer bij de tegenpartij. De paas lijkt goed te zijn. Ja, en nu? Kijk nou. Lekker combinatiespel. Hulk.
Wat doet de scheidsrechter? De scheids geeft rood daar. Ja, ook zo'n overtreding, dat doe je toch ook niet? Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Hij maakt een sliding, maar daarbij raakt hij de man. Edison Cavani. Wat gaat deze hoekschop opleveren? Vermalen! Dat is een eitje voor de doelman. Ja, en nu? Mooie actie. Hij neemt hem. Dat was een snoeihard schot, maar de keeper redt knap. Eens kijken wat hij met deze hoekschop kan. De bal wordt goed geraakt met het hoofd, maar de keeper redt prima. Geen goal dus. We gaan eens kijken naar de hoekschop. Hij knikt de bal. De eerste helft is gespeeld. Het is 3-0. En eens kijken wat de tweede helft ons zal brengen. De trainer zal flink tekeer zijn gegaan in de rust. Want het vertoonde spel in de eerste helft was niet om aan te zien. Nee, dat klopt even. Maar misschien helpt dat, dat de trainer een beetje tekeer gaat. Daar gaan we. Tweede helft is begonnen. De eerste helft was nogal eenzijdig en het wordt lastig om zo'n achterstand nog in te lopen. Ja, en nu? Op de wreef en een schot. Dit team begint er net zo moedeloos en wanhopig uit te zien als hun spel. Daar is de voorzet. Wat kan... Hij zit erin. Prima kopbal daar. Ja hoor, de keeper was kansloos. Goed gekopt hier even. Sterke kopbal en de keeper is volkomen kansloos. Hulk. Toch te kunnen. Hij is niet echt in vorm, maar deze pakt hij. Dit is een goede redding, Evert. Hier is de verdeling van het aantal schoten op doel. En die is toch wel een beetje anders dan de stand van de wedstrijd. Ja, ze schieten gewoon te vaak mis. Probeert het. Score! Dat moet een flinke dreun zijn voor de tegenstander. Twee doelpunten incasseren binnen korte tijd. Slecht voor het zelfvertrouwen lijkt me. Edison Cavani. Een voorzet in de 16. Wie kan het afmaken? Ja, hij gaat erin. Ja, en nu? Dit wordt spannend. Dat was een denderend schot, maar de keeper zet alles op alles om de bal te houden. Edison Cavani. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Dit loopt lekker. Kijk eens. Goed gepakt door de keeper. En wat wordt daar goed verdedigd, zeg. Hij neemt hem. Doelpunt. Het staat weer gelijk. Dat je een wedstrijd zo naar je toe kunt trekken, maar hem net zo makkelijk weer uit de handen kunt geven. En dat is een doelpunt met een beetje hangen en een wurgen. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Mertens.
Ja, nu! En gewerkt door de verdediger. Hij verovert de bal. Hij werkt keihard even, creëert kansen. Maar staat ook verdedigend zijn mannetje. Hij gaat ervoor. Een hard schot, maar geen probleem voor de doelman. Ja, het is een leuke wedstrijd. Het gaat alle kanten op. En door de redding blijft het gelijk. Ja, en nu? Dan schiet hij. Er is dan wel geen winnaar uit de bus gekomen, maar je kunt niet zeggen dat we een saaie wedstrijd gezien hebben. Nee, ik heb me geweldig vermaakt, even. Zoveel doelpunten en natuurlijk ook wel hier en daar wat foutjes. Maar wat kan mij het schelen? We willen doelpunten zien. Daarvoor gaan we naar het stadion. Nou, de wedstrijd zit er weer op en ik wens u nog een hele prettige avond.